Een predikant. De 73-jarige Jannie Bakker woont in het Friese Menalden. Ze was lang vrijwilliger bij vluchtelingenwerk en is oma van 7 kleinkinderen. Jannie is een van de 100 panelleden die met me meekijkt en meepraat tijdens het maken van dit programma. Ze maakt zich zorgen over de invloed van de islam in Nederland. Is de angst van Jannie voor wat zij fanatieke moslims noemt terecht? Ik wil haar in contact brengen met de fundamentalistische imam Fawaz. Jarenlang preekt hij in een salafistische moskee in Den Haag. Nu is Fawaz vooral op internet actief. Daar wordt hij gevolgd door duizenden, vooral jonge moslims. Fawaz is omstreden. Hij is veroordeeld voor het sluiten van onwettige sharia-huwelijken. En wordt nog altijd in de gaten gehouden door de overheid. Het panel van 100, en dus ook Jannie, kijkt via internet live mee als ik hem opzoek. Goedenavond, hallo. Goedenavond, welkom. Dank u wel, mag ik verder komen? Alsjeblieft. Nou, ik heb een paar kijkers bij me. Ik moet deze even hier inzetten. Neemt u wel plaats? Ja, dank u wel. Ik ga even contact zoeken met Jannie Bakker. Die heeft ook, als het goed is, een vraag. Kijken of het contact tot stand komt met Jannie. Hij gaat over. Ja, daar is Jannie. Oké. Goedenavond. Dag Thijs. Hartelijk welkom. Dankjewel. Heb je mee kunnen kijken tot nu toe? Ja, maar goed, ik heb hier ook een paar vragen. Oké, nou, dan gaan we ze stellen. Ik maak me zorgen voor mijn klein- en achterkleinkinderen. Straks moeten mijn kleinkinderen door mensen zoals u nog verplicht hoofddoekjes gaan dragen. Daar maak ik mij onterecht zorgen hierover. Dat zou ik graag van u willen horen. Ja, kulla Maryam alayha salatu wassalam, hij kan het telbis al-hijab. En toen ook dan tadaan surat hebben al-hijab. Het is sharaf libanatik an yelbis al-hijab. Laan hum yelbisu ma telbisu om al-masih alayha salatu wassalam. Het is een eer dat uw kinderen en kleinkinderen de hoofddoek dragen. Want Maria ook in de Bijbel wordt afgebeeld met de hoofddoek. Ja. Ja, is niet verplicht. Nee, het is niet verplicht. Maar je hebt ook moslims die niet de hoofddoek dragen. Goed. Nederland is een christelijke land. Mm. Dan is mijn vraag, waarom bent u naar Nederland gekomen? Met wat voor doel? Ik hou van Nederland. Nederlands volk, mooie volk. Ja, daarom leef ik met hem. Hij houdt van Nederland, Jannie? Ja, dat hoor ik. Maar als ik moslim zou zijn, zou ik me thuis voelen in een land bij mijn eigen geloofsgenoten. Uiteindelijk het moslim, ik heb het in het beetje, maar zo meer ik ben moslim. Ja, ik ben wel aanwezig. Ja, 1 miljoen moslims in Nederland. Als ik in Nederland heb je 1 miljoen moslims. En moet toch ook hier thuis. Nou ja, jullie komen er samen niet uit. Jannie, dankjewel dat je even wilde praten. Dankjewel voor je vragen. Ja, dankjewel. Tot ziens. Doeg. Tot ziens. Dag.